Ja, tegen Malaysia is de opluchting groot bij jullie nu jullie zo goed als zeker derde zijn, want deze wedstrijd ging erom. Ja, het is belangrijk dat we hier de 3 punten hebben gepakt. Dat moesten we doen, hebben we gedaan. En ik denk nu dat we gewoon de 3 punten bij NAC ook moeten pakken. En de tweede helft halen jullie weer een hoog niveau. Hè? Hoe komt dat dat jullie toch zo'n hoog niveau kunnen halen? Hebben jullie ook gezien tegen Ajax, tegen PSV hebben we dat in 3 wedstrijden met Supercup erbij opgeteld gezien. Dat jullie, als jullie willen, echt een hoog niveau kunnen halen. Ja, ik denk dat er gewoon genoeg kwaliteit in ons team zit. Maar ik denk dat we dat gewoon elke wedstrijd moeten laten zien. En niet alleen in de grote wedstrijden. Want jullie zijn te wisselvallig. Dat zorgt ervoor dat jullie derde worden. Is dit wel het maximaal haalbaar in je ogen voor dit seizoen? Ja, we hadden nog ogen op de beker. Dat is helaas niet gelukt. En ik denk dat we nu gewoon de derde plek moeten veiligstellen. En op het oog van Europees voetbal voor volgend seizoen. Jullie staan vandaag met 1-0 achter. De eerste helft is AZ denk ik wel, ondanks dat jullie ook kans hebben gehad, beter. Maar in de tweede helft kunnen jullie dat opbrengen en maak jij een geweldige goal. Was die mooier als die in Venlo? Ik denk dat die in Venlo voor mij zelf wel mooi was, omdat die voor mijn opa was. Deze was ook voor mijn familie, maar die in het speciaal voor mij iets mooier. Het zorgde er wel voor dat jullie eigenlijk AZ kraakten. Hè? En in die fase gingen jullie er ook overheen, 2-1. Hadden jullie toen ook echt in het veld van dit gaan we niet meer weggeven toen na die 2-1? Ja, tuurlijk. Je voelt dat alles. Iedereen knokte zich voor de bal. En ik denk dat we daarna nog af en toe eruit konden komen. Ze gaven natuurlijk veel ruimte weg. Maar ik denk dat we dit goed hebben vastgehouden, ja. Ja, dat was een fase waarin Feyenoord moeilijk wedstrijden won. De laatste 4 wedstrijden worden gewonnen. De laatste 3 wedstrijden sta jij weer in de basis. Ja. Heeft het een met ander te maken? Nee, denk ik niet. Maar ik heb zijn blessure geval gekomen en ik heb de kans gekregen. Dus ik sta er. Is er wel wat gebeurd naar Utrecht? Hebben jullie toen echt tegen elkaar gezegd, we gaan ons oprichten? Want toen stond AZ boven jullie. En daarna hebben we langzaam weer toch het oude Feyenoord gezien. Is er wel wat gebeurd na die wedstrijd tegen Utrecht? Ik denk sowieso de wedstrijd van Utrecht, dat iedereen eigenlijk tegen elkaar zei van jongens, kom op, we moeten die derde plek veiligstellen. Is anders gelopen dan we hadden verwacht. En daarna hebben we echt tanden op elkaar gezet en gezegd van we geven niks weg jongens. En we maken nu gewoon de wedstrijd goed af en pakken gewoon de punten. En woensdag kunnen jullie het al definitief veiligstellen. Hè? Er zijn nog wel 2 wedstrijden, maar ja, woensdag bij NAC, als jullie die winnen, dan zijn jullie zeker al derde. En dan kan je in ieder geval, ik zeg niet de laatste 2 wedstrijden freewheelen, maar ik bedoel, dan is dat binnen en dat is wel lekker. Zeker omdat er nog een hele lange tijd tussen zit voordat die laatste 2 wedstrijden gespeeld wordt. Ja, dat klopt. Ik denk dat we nu gewoon naar NAC moeten kijken. Gewoon de 3 punten pakken en daarna kijken we verder. En vandaag ging het überhaupt wel lekker aan de linkerkant. Je was bedrijvig, veel in de aanval mee. Je had vandaag een goede dag. Ja, het ging wel lekker. Maar ik denk het belangrijkste 3 punten waren vandaag.